Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1343 met een uitzending van vandaag 2 juli 2018. Dus het bulletin van maandag. Ik ben een beetje aan de late kant. Nu ik dit inspreek is het 4 minuten voor 7. Oei oei oei. Vandaag hebben we dezelfde data als gisteren. Te weten PSK 8 PSK 1000 op 2700 hertz. En het tweede signaal is 8 PSK 500 op 900 hertz. Beetje in de herkansing ook. Want het ging gisteren niet heel florissant. Verder zijn er dus twee delen. Deel 15 en... Of dus. Er zijn twee delen. Deel 15 en 16 van de historie van onze hobby. Ik ben momenteel naast de Daily Minutes bezig met het vormgeven van mijn toekomstige uitzendingen. De omroepfrequenties op de korte golf. Dat begint de afgelopen dagen steeds vastere vormen aan te nemen nadat er wat vertraging was opgetreden. Ik bedoel nog op een naam voor de uitzendingen. Dat kan zowel een stationsnaam zijn of een programmanaam of beide. Verder kan ik er muziek uitzenden. Ik ben aan het kijken of ik een andere begintune ga nemen. Want die begintune die is copyright vrij namelijk. En dat hoeft nu niet per se. Programmering zal voor een groot deel bestaan uit data-uitzendingen en SSTV. Ik denk dat ik iedere uitzending begin met een hoeveelheid nieuws. Uiteraard zal ik bekendmaken wanneer de testuitzendingen plaatsvinden en daarna wordt er een vast slot gekozen waarna ik iedere week waarschijnlijk een half uur ga uitzenden. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby, namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM-repeaters. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna 5 maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als VARA en AVRO al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar gewone volk zich mee bezig hield. Het centamateurisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tandarts van de koningin maakte deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulten begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27MC'ers die wilden helemaal niet op de D-kanalen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden met hun door Van Hulten als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas 5 jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam, toen nog bekend als Nelly Smit-Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld, die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen, die vanwege hun eerdere interesse voor 27MC, vanwege het verbod via de D, de hobby binnenstroomde, zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien.
Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen, waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Leuke uitzending zeg. Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27 MC-bakjes, maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkten. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren nog door een aantal op 70 MHz in de UK, moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd, waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het onpraktisch om heel veel kristallen te hebben, zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkten en bij een CQ dan aankondigden met de mededeling en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DISTA-systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. Deel 17 van de historie van onze hobby. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D-kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70 en het jaar 1979 vond de WARC plaats, de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen 3 banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen, als ik me goed herinner, kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CW. QSO's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurcall was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de call van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde gold voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd.
Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen, namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis, maar de telexvergunning kostte voor zowel zend- als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar 1 jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je vooraf even een schietgebedje doet. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Dekselse Daily Minutes nummer 1344 met een uitzending van vandaag, 3 juli 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is de data 8 PSK 1000 op 2600 Hz, dus iets lager om te kijken of het beter gaat dan dat het de afgelopen dagen ging. 8 PSK 1000 op 2600 Hz en het tweede signaal, dat is 8 PSK 500 en die is lager, dus de afstand tussen de beide signalen is groter. Dat is op 650 Hz, 8 PSK 500 op 650 Hz. Het zit weer in de 2 seconden verderop in de uitzending. En je kunt het ontvangen met het programma FL Digi. En de lage van de twee, die moet eigenlijk ook met een smartphone lukken. Met het programma FL MSG of met TIVAR. We gaan vandaag weer verder met 2 delen van de serie over de historie van onze radiohobby. Denk trouwens, als je dat leuk vindt, vanavond nog aan de D-Star-ronde vanaf 8:30. Op bijna alle D-Star-repeaters van het land. Geleid door Danny, PA2SNK. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af. De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mike 3, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepeninzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het ijzeren gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen. In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden ten dagen toch niet zo heel erg ver meer.
Vandaag is er de laatste aflevering van de serie over de historie die ik tot nu toe al gemaakt had. Ik ben van plan om die serie de komende weken of langer uit te breiden met een aantal nieuwe afleveringen, waarbij ik in wil gaan op de historie van de bekende merken amateurapparatuur die er zijn. Ik moet nog even kijken of ik erachter kan komen, want soms is dat wel lastig te achterhalen. Bedrijven hebben natuurlijk ook hun eigen marketing. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld Packet Radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen. Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR7200G kon zetten, dan hoef je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te kopen die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 MHz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby, zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe, bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd, van 4 amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen 5 amateurbanden die we toen onder de 30 MHz hadden, een N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van 3 verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de ether. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die ether heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal. Dit 19e deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zag zo pas dat zelfs de Deutschlandrundspruch en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat het over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. Mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzendingen over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken, waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt, maar laat je niet wijs maken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Blieper de bliep. Het onderdeel van de historie van onze hobby dat nu volgt is nieuw, dat wil zeggen schrijf- en publicatiedatum 25 november 2016. Dit is een recent stukje historie over de 40 meterband. Eind 2006 kregen de N-amateurs het gebruik van de korte golven bij. Daar was vele maanden op gewacht. Daarvoor mochten N-amateurs alleen op 2 meter en op 70 centimeter werken. Op 40 meter mocht gewerkt worden tussen 7050 en 7100 kHz, net zoals dat nu nog steeds zo is. Hierdoor konden N-amateurs alleen in het deel van SSB werken op die band. CW en digimodus zaten volgens het bandplan op dat moment tussen 7000 en 7040 kHz. Een maand of 4 later echter kreeg de full license er 100 kHz bij op 40 meter. De band die daarvoor van 7000 tot 7100 liep, die ging daarna tot 7200 kHz lopen, omdat een stuk omroepband aan de amateurs werd gegeven. Gevolg daarvan was dat het bandplan vervolgens een paar maanden later ook aan die uitbreiding werd aangepast. Omdat de toewijzing voor N-amateurs op deze manier alleen in Nederland gebeurde, is er bij die bandplanwijziging niet aan de N-amateurs in Nederland gedacht. Zo'n bandplanwijziging is er voor de hele regio 1 en die omvat behalve Europa ook nog een stuk van Azië. De oorspronkelijke CW-band ging weer lopen van 7000 tot 7040 en van 7040 tot 7060 werd op verschillende manieren toegewezen aan digitale modus. Door dit alles werd het SSB-gedeelte in het bandplan voor de Nederlandse N-amateurs, dat dus oorspronkelijk 50 kHz groot was, al binnen een half jaar na invoering 20% kleiner, dus naar 40 kHz. En dat op een amateurband waar het nog steeds vaak druk kan zijn. Sinds die tijd kwamen er stemmen op om op een of andere manier N meer ruimte op 40 meter te geven.
Momenteel, november 2016, ligt de bal weer bij de amateurverenigingen om aan AT terug te koppelen wat de verenigingen voor uitbreiding in dit opzicht redelijk lijkt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat PA1EJO veel liever een draadloze verbinding maakt dan een soldeerverbinding. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1345 met een uitzending voor vandaag 4 juli 2018. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, we gaan nog eens een stapje terug met de data vandaag, want dat ging de afgelopen dagen niet bepaald goed. 8 PSK1000 nog een keer op 2600 Hz. Dat is niet veranderd. 8 PSK1000 op 2600 Hz. Het tweede signaal is 8 PSK250, niet 500, maar 250. En op 500 Hz dus. 8 PSK250 op 500 Hz. Ik heb daarnaast met de data nog iets aan de instellingen veranderd, waardoor de intermodulatie wat kleiner zou moeten zijn. Notabene, het begint met mijn wekelijkse omroepuitzending op de Korte Golf flink op te schieten. Vrij zeker doe ik niet komend weekend, maar het weekend daarna een testuitzending ergens op 11 MHz met een zendvermogen van 150 kW. Het zou kunnen dat ik daarvoor al 1 of 2 testuitzendingen doe met 10 kW. Deze uitzendingen komen vanuit Europa. Mogelijk volgt er daarna nog eentje met groot vermogen vanuit de VS. Exacte tijden, frequenties maak ik uiteraard nog van tevoren bekend. Het doel van dit soort testuitzendingen is voor mij vooral een vergelijk te hebben tussen de verschillende uitzendlocaties en de gebruikte zendvermogens. Vandaag weer twee delen van de serie over de historie van onze hobby. Dit keer over een merk van amateurapparatuur. John, kun je misschien even pauzeren? Waarom dat? Nou, ik wil even Rob PA5ROB en zijn kids de groeten doen. Nou, vooruit dan maar. Rob de groeten. Nee, die ken ik niet. Ik begin het vervolg van de serie, aflevering 20 is dat dus, over de historie van de amateurhobby, met een beschrijving van het legendarische bedrijf Heathkit, dat in de vorm van toen niet meer bestaat. Wel is er op kleine schaal een doorstart van het bedrijf dat af en toe van zich laat horen. Ik heb overigens al eerder een serie over Heathkit gedaan. Ik vermoed dat dat nog bij de wekelijkse uitzendingen was. Die uitzendingen hadden zo'n andere stijl dan de Daily Minutes heeft dat ik denk dat die serie grotendeels niet bruikbaar is. Dit is dus een helemaal nieuwe serie waarvan het eerste deel gaat over het begin van het bedrijf Heathkit. Heathkit werd opgericht, of meer precies, het ontstond in het jaar 1912 als de bouwer van kleine vliegtuigen toen, Edward B.F. Heath, het bedrijf Bates Aeroplanes overnam en onder de naam E.B. Heath Aerial Vehicle Company voortzette. Heath, die leefde van 1888 tot 1931, was een opmerkelijke figuur die nu nog voornamelijk bekend is als vliegtuigingenieur. Heath werd geboren in Brooklyn, New York. Gebaseerd op een eendekker van Blériot uit Frankrijk bouwde hij in 1909 zijn eerste vliegtuig. Het was de eerste van een serie die hij zou bouwen. De eerste vlucht van het eerste vliegtuig vond plauverigens plaats in de plaats Amsterdam. Ja, niet die van ons, maar een plaats van dezelfde naam in Montgomery, New York. Met in de huidige tijd ruim 18.000 inwoners. Deze eerste vlucht was op 10 oktober 1909. Vandaag als SSTV-plaatje een foto uit 1909 van hoe een winkelstraat, Market Street in Amsterdam, New York, er in het jaar van de eerste vlucht van Heath uitzag. De eerste vlucht verliep niet zonder kleerscheuren, het landingsgestel brak bij de landing af. In 1911 ging Heath werken bij Glenn Curtis, een vliegtuigfabrikant die ook motorfietsen bouwde. Heath werkte daar als monteur op de motorfietsafdeling en bouwde daarnaast samen met een andere geïnteresseerde in de vliegtuigfabriek van Curtis zijn tweede vliegtuig. Het eerdere vliegtuig vloog ongeveer een meter hoog, maar met dit vliegtuig konden ook de eerste echte vluchten gemaakt worden. Zoals ik in het begin al beschreef, nam Heath daarna in 1912 het vliegtuigbedrijf Bates Aeroplane over om dat onder eigen naam voor te zetten. Dat was aanvankelijk Heath Aerial Vehicle en later werd het omgedoopt naar Heath Airplane Company. In dit stadium was er dus nog niets te melden over amateurapparatuur. Heath produceerde vervolgens na het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 1918 vliegtuigen als de Heath Feather en de Heath Favorite, en later vanaf 1926 de Heath Parasol, een eenzitter waarvan er nog enkele exemplaren bestaan. Opmerkelijk detail, de Parasol is een vliegtuig voor zelfbouwers en werd als bouwpakket geleverd. Eind jaren 30 kostte het bouwpakket voor een Parasol 975 toenmalige dollars. In totaal verkocht Heath van de Parasol krap 1000 bouwpakketten en zo'n 50 kant-en-klare vliegtuigen. De kits werden standaard op afbetaling geleverd. Tijdens de periode van de depressie werden er enkele honderden van de kits voltooid en afgebouwd en door hobbyisten gevlogen. Heath wordt nog steeds gezien als een van de belangrijkste grondleggers van de bouwpakketten voor vliegtuigen die je ook echt kunt vliegen. De Parasol bestond uit een stalen frame met houten ribben en met stof bespannen. De motor was een exemplaar voor motorfietsen van 25 pk van de Henderson motorfabriek.
Edward Heath overleed 42 jaar oud in 1931 op 1 februari in Illinois toen hij verongelukte bij een testvlucht met een nieuw experimenteel laagdekkervliegtuig. Hij maakte de overschakeling van zijn bedrijf van vliegtuigen naar elektronica dus niet mee. Dit is aflevering 21 in de serie over de historie van onze hobby. De vorige aflevering eindigde met het omkomen in 1931 bij een vliegtuigongeluk van Edward Bayard Heath, de oprichter van het latere Heathkit. Op dat moment was Heath Airplane Company nog een bedrijf dat vliegtuigen maakte en verkocht, zowel gebouwd als in bouwpakketvorm. In 1935, dus 4 jaar na het overlijden van Heath, ging het bedrijf van de overleden Heath failliet en werd toen gekocht door ene Howard Anthony. Het bedrijf maakte vervolgens een doorstart als leverancier van onderdelen en accessoires voor kleine vliegtuigen. Nadat de Tweede Wereldoorlog in 1945 afliep, besloot Anthony dat het wel een goed idee was om de focus van het bedrijf te verschuiven naar de elektronica-industrie. Hij startte daarmee door een grote hoeveelheid onderdelen die op dat moment vanuit de surplusvoorraden uit de oorlog beschikbaar kwamen aan te kopen, met als bedoeling om daar bouwpakketten uit samen te stellen. Het eerste van die bouwpakketten kwam in 1947 op de markt, de O1 oscilloscoop, voor een bedrag van $50. Dat bedrag was voor die dagen ongekend laag en het gevolg was dat de kit echt ongelooflijk goed verkocht. Na het succes van de bouwpakket oscilloscoop ging het bedrijf Heath door met het introduceren van nieuwe bouwpakketten en al snel waren er meer dan tientallen producten die het bedrijf zo op de markt bracht. De producten van Heathkit werden op die wijze bepalend voor 2 generaties van elektronica hobbyisten. Het verkoopargument van Heathkit was dat door tijd te investeren in het bouwen van een Heathkit product de koper met een fabrieksapparaat vergelijkbaar apparaat zou krijgen voor een heel veel lagere prijs dan het complete product. In de tijd dat Heathkit groot werd, was dit anders dan nu makkelijk vol te houden. De producten werden nog geheel door mensen gebouwd vanuit discrete componenten, zoals vacuümbuizen op metalen frames. En dat alles werd met de hand bedraad. Een zelfbouwer kon zo makkelijk deze zaken zelf uitvoeren en daarmee een hoop kosten die anders naar personeel zouden gaan besparen. Als hij dit zorgvuldig deed, dan was de kwaliteit van het verkregen product minstens zo goed als een kant-en-klaar apparaat. Het duurste product van Heathkit was een elektronisch orgel in samenwerking met de Thomas Organ Company, opgericht in 1875, dat later bekend werd van de Moog Synthesizer. De bespaarde kosten bij het zelfbouwen van zo'n orgel waren ronduit zeer substantieel. Een categorie waar Heathkit al heel snel bijzonder veel bijval kreeg waren de radioamateurs. In de tijd voordat Heathkit met amateurproducten kwam, waren amateurs simpelweg verplicht om zelf hun apparatuur vanaf niets geheel zelf te bouwen. Behalve dat of de aankoop van een zelfbouwproduct van een mede-amateur waren er geen mogelijkheden. Daarbij waren de onderdelen destijds nog niet zo gemakkelijk te verkrijgen als dat later het geval was. De gebruikte ontwerpen waren daarnaast vaak vrij experimenteel met dus een kans dat het bouwen ervan niet slaagde. Het grote voordeel van een bouwpakket is dat je direct alle onderdelen bij elkaar hebt en bovendien dat je een ontwerp hebt dat een voorspelbaar en werkend eindresultaat min of meer garandeert. Meerdere Heathkit-ontwerpen werden uiteindelijk tot klassiekers in de amateurwereld. De HW-101 was zo alomtegenwoordig dat deze zelfs vandaag de dag nog goed op de tweedehandsmarkt te verkrijgen is. Ze worden ook nog steeds gebruikt en dat vele tientallen jaren nadat het apparaat dus uit productie ging. Konden de gebouwde Heathkit-modellen moeiteloos de concurrentie aan met gekochte goederen? De buitenkant, CQ-behuizing, was niet altijd van een kwaliteit als bij een kant-en-klaar product. De producten waren in veel gevallen echter ook niet bedoeld om als pronkstuk in de salon te plaatsen. Technisch werkten de meeste Heathkit-producten gewoon heel goed. Gewone consumenten kochten gewoonlijk een audioversterker van RCA. De echte audiofielen gaven eerder de voorkeur aan een exemplaar van Heathkit dat ze zelf in elkaar zetten. Op het gebied van test- en meetapparatuur bediende Heathkit vooral de onderkant van de markt, waar verder niet zo heel veel op dit gebied te krijgen was. Een product van HP, Tektronix of Fluke had misschien metalen vertragingen op de knoppen of 10-slag potsmeters met een digitale aanduiding. Bij Heathkit was dat dan een simpele kunststof pijlknop en een gezeefdrukte schaal op de voorzijde van het apparaat. Een Heathkit oscilloscoop van $40 was misschien niet helemaal vergelijkbaar met een exemplaar dat in de fabriek gebouwd was. Bij de fabrieksproducten was er simpelweg geen scope voor $40 of zelfs voor $100 die te koop was. Voor het bouwen van Heathkit was tijd nodig, geduld en het vermogen om een bouwbeschrijving na te leven. Maar als je die dingen allemaal tot je beschikking had, dan was de kans dat het mislukte klein. Heathkit bouwpakketten waren absoluut compleet. Het enige dat ontbrak was het gereedschap. De instructieboeken die erbij zaten behoorden tot de beste die op dat gebied aanwezig waren. Voorbeeldig op het gebied van duidelijkheid en zeer compleet.
Begonnen werd bij basale lessen in soldeertechniek, waarna duidelijke instructies volgden, geïllustreerd met tekeningen en een vakje op de pagina's om iedere stap in het bouwproces één voor één te kunnen afvinken als die voltooid was. Bronvermelding. Dit is een eigen tekst. Het is niet voor alle afleveringen van de historie het geval, maar de huidige afleveringen leunen nogal zwaar op de pagina's op Wikipedia in verschillende talen over deze onderwerpen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En dan volgt nu eerst weer een bericht van onze sponsor. Wokka Wokka komt weer met iets speciaals voor de Nederlandse zendamateur. De anti-anti-hoogfrequent sticker. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bevreesd voor zendsignalen en steeds meer mensen kopen dan ook stickers en amuletten die de straling van zenders tegengaan. Voor zendamateurs is dit een volkomen ongewenste ontwikkeling. Jij investeert je dure geld in een mooi zendsignaal dat ergens voor staat en de buurman of buurvrouw boort dat zomaar weer de bodem in. Je zult het maar als buurman hebben. Bij gebruik van voldoende stickers of edelstenen kan het zendvermogen wel met 2/3 geabsorbeerd worden en in warmte omgezet. En dat kan nog veel meer zijn als meerdere buren tot dit soort acties overgaan. Vooral meerdere stickers op een venster kunnen in dit opzicht heel effectief werken vanwege de koelende werking van de buitenwind op het vensterglas. Een N-amateur houdt in zo'n geval nog maar een schamele 8 watt van de toegestane 25 watt over. Dit is natuurlijk een volstrekt ongewenste ontwikkeling. Wokka Wokka ontwikkelde daarom op basis van iridiumcarbonaatkristallen in combinatie met een flinke dosis nanotechnologie als eerste de anti-anti-hoogfrequent sticker. We hebben hier met een team van echte bollebozen zeker 2 jaar aangesleuteld, maar nu is het product dan ook geschikt voor marktintroductie. De Wokka Wokka anti-anti-hoogfrequent sticker gaat het schadelijke effect van alle anti-hoogfrequent producten met zeker 90% tegen. Een velletje met 4 stickers is al te koop voor een bedrag van €199, exclusief btw en verzendkosten. Notabene, je kunt beter niet aan je buren vertellen dat je ze gebruikt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1345, met een uitzending voor vandaag, 4 juli 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag is de data 8 PSK1000 op 2600 Hz, 8 PSK1000 op 2600 Hz. Het tweede signaal is 8 PSK500, 8 PSK500 en dat zit op 700 Hz. 8 PSK500 op 700 Hz. Gaan we nu verder aan deel 22 en 23 van de serie over de historie van onze hobby. Dit is deel 22 van de historie van onze hobby. Er was absoluut geen kennis van elektronica nodig om een heatkit bouwpakket te bouwen. Het was ook niet zo dat je nou direct zoveel over elektronica leerde door zo'n bouwpakket te maken. Veel eer zorgde het wel voor het einde van een soort ongeletterdheid op het gebied van de elektronica. Mensen kregen door het bouwen een begrip van de complexiteit van dit soort apparaten, een kennis die je tegenwoordig niet zo vaak meer aantreft. Zo leerden mensen hoe ze de aansluitingen op een elektronenbuis konden herkennen en hoe deze genummerd waren, en verder hoe ze de kleurcode op bijvoorbeeld een weerstand moesten lezen. Daarnaast leerden ze wel hoe de verschillende elektronica onderdelen als condensatoren, transformatoren, buizen en weerstanden eruit zagen. En ze werden ook wel degelijk gemotiveerd om uit te zoeken waar deze componenten precies voor dienden. Voor die bouwers die vooraf al wat meer van elektronica wisten of die in de toekomst wilden leren om dit soort apparatuur te repareren, bevatten de bouwhandleidingen helemaal achteraan een gedetailleerd hoofdstuk theorie van de werking, waarin stap voor stap werd uitgelegd hoe de schakelingen in het bouwproject functioneerden. Heath onderhield ook banden met elektronica opleidingsinstituten en leverde elektronica bouwpakketten om deze als onderdeel van dit soort opleidingen te bouwen, waarbij scholen in zo'n geval hun lesmateriaal rondom de bouwkits opbouwden. De bouwpakketten zorgen ook voor een dieper begrip van de materie. Steve Jobs bijvoorbeeld vertelde ooit dat de bouwpakketten van HeathKit hem het inzicht verschaften dat producten manifestaties van de menselijke vindingrijkheid zijn, veel eerder dan magische objecten die zomaar uit de lucht komen vallen. Volgens Jobs verschaft het bouwen van een bouwpakket als deze een hoge mate van zelfvertrouwen en dat door iemand door onderzoek en een leerproces schijnbaar ingewikkelde zaken in iemands omgeving kunnen worden begrepen. HeathKit was gedurende zijn bestaan niet de enige. Er kwamen diverse concurrenten op die een graantje van het bedrijf uit Michigan wilden meepikken. Allied Electronics uit Fort Worth bijvoorbeeld in Texas, dat nog steeds bestaat, was zo'n bedrijf. Lafayette Radio Electronics uit de staat New York bracht ook meerdere bouwpakketten uit. Lafayette, dat niet meer bestaat, is ook bekend van 27MC apparatuur, maar het maakte ook amateurapparaten. Verder bracht het bekende Radio Shack een reeks bouwpakketten uit onder de naam Archer Kits. Het bedrijf Dyneco, dat ook niet meer bestaat, verkocht vanaf 1955 bouwpakketten voor high-end audioapparatuur die ook met HeathKit concurreerden. In Nederland nauwelijks bekende bedrijven met kits uit die tijd waren voor audioapparatuur H.H. Scott Incorporated, Fisher Electronics, onderdeel van het Japanse Sanyo, Eiko en de Southwest Technical Products Corporation. Tegenwoordig is er al een poos een einde aan de tijd van elektronica bouwkits gekomen.
De reden is gelegen in de veel grotere integratie van elektronica, gepaardgaand met steeds kleinere onderdelen die voor een vergrijzende amateurpopulatie extra lastig te gebruiken zijn. Verder vindt het assembleren van apparatuur tegenwoordig vooral door machines en robots plaats, wat relatief goedkoop is. Dus de assemblageslag uit de productie weglaten betekent tegenwoordig daardoor ook geen substantiële besparing meer. Deze aflevering gaat nu weer verder over de historie van het bedrijf Heathkit zelf, of eigenlijk werd het Heath genoemd, hè. De pakketten waren Heathkit. Howard Anthony, die de koers van het bedrijf in de richting van de elektronica en de kits bracht, komt in 1954 te overlijden. Heath werd daarop aangekocht door Daystrom Company, een holdingbedrijf dat ook diverse andere elektronica bedrijven in bezit had. Daystrom werd vervolgens in 1962 opgenomen in het toeleveringsbedrijf voor de olieindustrie Schlumberger Limited, een enorm bedrijf dat nog steeds bestaat. Schlumberger staat 287 op de Fortune 500 lijst en heeft tegenwoordig zo'n 100.000 werknemers. Opmerkelijk is dat dit bedrijf, dat lange tijd eigenaar van Heathkit is geweest, niet in de VS gevestigd is. Schlumberger werd in 1926 in Frankrijk opgericht. Het bedrijf is echter een Nederlandse naamloze vennootschap, ingeschreven in Willemstad op Curaçao. Schlumberger heeft hoofdkantoren in Den Haag, Londen, Parijs en Houston. De jaren dat Heathkit in bezit was van Daystrom en Schlumberger waren de meest succesvolle van het bedrijf. Het was ook een periode dat er grote veranderingen waren op de consumentenmarkt. Belangrijke vernieuwende producten van Heathkit in die jaren waren de AA100 geïntegreerde versterker uit 1960. Een betaalbare high-end audioversterker die zijn tijd ver vooruit was. Een andere grote hit was de AJ1510, een FM-tuner met in de jaren 70 al een digitale synthesizer. Verder was de GC1005, een digitale klok in die periode waarin ook de eerste rekenmachines opkwamen, een groot succes. Ook dit waren kwaliteitsproducten die hun tijd zo ver vooruit waren dat geen enkel ander bedrijf ze in die tijd bracht. Tot zover deel 22. Ik ben overigens nog op zoek naar ideeën over zaken die ik in de serie kan gebruiken. De komende weken heb ik zeker nog genoeg stof door de bedrijven te beschrijven die amateurapparatuur verkopen of verkocht hebben. Die bedrijven zijn vaak bijzonder en ook erg interessant om te beschrijven. Naar de fabrikanten wil ik eens gaan duiken in de uitvindingen waarvan geclaimd wordt dat ze door zendamateurs of vanuit de amateurwereld zijn gedaan. Omroepuitzendingen worden door meerdere mensen beschouwd als een amateuruitvinding en ook amplitudemodulatie. En de mobiele telefoon die worden ook als uitvinding door amateurs genoemd. Dit is deel 23 van de historie van onze hobby. In 1974 begon het bedrijf Heathkit met Heathkit Educational Systems. Heathkit educatieve systemen waarbij met de heldere schrijfstijl van de handleidingen trainingmateriaal werd uitgebracht over algemene elektronica en over de opkomende computers. Heath breidde daarbij haar know-how uit naar digitale apparatuur en uiteindelijk ook naar gecomputeriseerde apparatuur. Met die kennis werden bijvoorbeeld digitale klokken en weerstations gebaseerd op deze nieuwe technologie op de markt gebracht. Hoe modern deze nieuwe richtingen ook, de kits van Heathkit werden op dat moment nog steeds met de hand samengesteld achter lopende banden met rollen die met de hand werden voortbewogen. Die productielijnen werden naar behoefte opgezet en weer afgebroken. Sommige kits werden overigens ook kant-en-klaar geassembleerd verkocht. Deze apparaten zijn nu nog te herkennen aan de W van Wired achter het typenummer. Het laatste grote succes van Heathkit was waarschijnlijk de introductie in 1978 van de Heathkit H8 computer. Veel van de eenvoudige computerboards van die begintijd werden als bouwpakket verkocht. Die bouwpakketten waren echter vaak wat primitief en soms lastig succesvol te voltooien. Heath had daarbij een naam in goed na te bouwen bouwpakketten en had ook de ervaring om dat ook in een nieuwe tak als computer zwaar te maken. De H8 was zeer succesvol, net als de latere H19 en H29 terminals en de H89, alles in één computer. De H8 en H89 hadden een eigen besturingssysteem HDOS en daarnaast ook CPM. De H89 was voorzien van twee Zilog Z80 processoren, één van de computer en een tweede voor de ingebouwde H19 terminal. De H11, een low-end DEC PDP-11 16-bit computer, was minder succesvol. Waarschijnlijk omdat deze substantieel duurder was dan de andere computers met 8 bits. De Zenith Radio Company, dat als Zenith Electronics met een Koreaanse eigenaar nog steeds bestaat, zag wel toekomst in de computers van het bedrijf en nam Heathkit in 1979 voor $63 miljoen van Schlumberger over, waarbij Heath verder ging onder de naam Zenith Data Systems, ZDS. Het belangrijkste argument voor de aankoop was de flexibele werkwijze van Heathkit bij de assemblage en de eigen nabijgelegen vestiging van Zenith en wat Heathkit aan ontwerpen in huis had. De combinatie Heath-Zenith bevond zich op dat moment in de voorhoede van bedrijven die pc's verkochten aan kleine bedrijven.
De H89 kit van Heath werd herdoopt in Zenith Z89Z90 en als een geassembleerde all-in-one computer met monitor en floppy drive ingebouwd werd hij verkocht. Het bedrijf had een overeenkomst met Peachtree om de boekhoud, accountancy en makelaardij software van dat bedrijf met de computer mee te leveren. Kort na de introductie van de Z90 bracht het bedrijf ook een 5 megabyte harde schijf uit en externe floppy disk drives met double density, dubbele capaciteit. Terwijl de op PDP gebaseerde H11 heel populair was bij hobbyisten, bedachten de Heath-ingenieurs dat de PDP-microprocessoren van DEC het bedrijf niet naar krachtigere computers zouden brengen. Heath Zenith ontwierp vervolgens een op een dubbele Intel 8085-8088 gebaseerd systeem, de H100, CQ de Z100, welke laatste in voorgeassembleerde vorm door ZTS werd verkocht. Dit systeem beschikt als een van de eerste over een bitmap display van 640 bij 512 pixels met 8 kleuren. De H100 kon zowel CPM draaien als een OEM versie van MS-DOS dat Zenith Z-DOS noemde. Op dat moment waren dat de twee belangrijkste besturingssystemen wat destijds een belangrijk verkoopargument was. Hoewel het systeem opnieuw moest worden opgeboet om naar het andere besturingssysteem te gaan, konden beide besturingssystemen wel elkaar schijven lezen. In 1982 introduceerde Heath de Hero 1, een bouwpakket voor een robot, zowel geschikt voor educatieve doeleinden als voor daadwerkelijke inzet in de industrie. De robot werkte met een Motorola 6808 processor en had een ultrasoonsensor en manipulatorarm die was optioneel. De complete robot kostte $2495 in geassembleerde vorm. Een bouwpakket zonder de manipulatorarm kostte $999. Dit was de eerste van een hele serie robotkits van Heathkit voor educatieve doelen en de hobbyistenmarkt. De ontwikkeling van de hobbycomputermarkt betekende ook het begin van het einde van de bouwpakketten. De computers van Heathkit Zenith waren zeer succesvol. Het bedrijf had echter last van deze ontwikkelingen waarbij veel hobbyisten ineens veel liever software schreven dan een bouwpakket van Heathkit in elkaar soldeerden. Een bijkomend probleem was de toenemende integratie van de elektronica in de jaren 80 met steeds ingewikkelde printplaten en steeds meer IC's daarop. Hierdoor ging dus uiteindelijk het oorspronkelijke businessmodel van Heathkit verloren. Zoals eerder geschreven, het bouwen van een bouwpakket was nog steeds voldoende leuk. Het was alleen in tegenstelling tot daarvoor niet meer goedkoper. Gedurende de jaren 80 droogde vervolgens de markt voor Heathkit bouwpakketten grotendeels op. Heath slaagde er in de jaren in om voor te blijven bestaan door zich op haar educatieve producten te concentreren en zich te gaan toeleggen op home automation, toen al, en verlichtingsproducten. Toen Zenith het onderdeel waar Heath deel van uitmaakte in 1989 verkocht aan Boole, werd Heath met dit onderdeel ZDS meeverkocht. In maart 1992 kondigde het bedrijf vervolgens aan dat het na 45 jaar de verkoop van bouwpakketten geheel zou staken. Van de bedrijven die in de jaren 60 bouwpakketten leverden, had Heath het trouwens wel het langste volgehouden. Boole verkocht Heath 3 jaar later alweer aan een groep private investeerders, HIG genaamd, die het bedrijf in 1998 alweer aan een andere groep investeerders doorverkocht. Deze groep was uitsluitend geïnteresseerd in de educatieve producten van Heath en verkocht de rest van het bedrijf, bijbehorende producten en de namen Heathkit Zenith door aan DESA International, bekend als leverancier van speciale gereedschappen en verwarmingsinstallaties. In de tweede helft van 2008 verkocht Heathkit Educational Systems een groot deel van haar verzameling oude schema's van bouwpakketten en handleidingen aan ene Don Petersen, hoewel het wel zelf de copyrights en handelsnamen behield. Petersen mocht de oude ontwerpen wel opnieuw op de markt brengen en kon daarbij helpen oude apparatuur te repareren. Heel snel daarna, in december 2008 al, ging de eigenaar van het merk en de copyrights op de producten, DESA International, vervolgens failliet. Heath bestond vervolgens enkele jaren als Heathkit Educational Systems in St. Joseph, Michigan en ging vervolgens in 2012 zelf failliet. Sinds mei 2013 vindt er op beperkte schaal een herstart plaats en op 15 oktober vorig jaar in 2015 werd er een mail rondgestuurd dat het doorgestarte bedrijf ook alle ontwerpen en handelsmerken van Heath in bezit had en dat het ook nieuwe patenten geregistreerd had, een magazijn en een fabriek in Santa Cruz, Californië had geopend en het bedrijf biedt ook weer nieuwe producten aan. Vanaf morgen gaan we in op de omvangrijke verzameling amateurproducten die Heathkit in de loop der jaren heeft geproduceerd. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1346 met een uitzending voor vandaag 6 juli 2018. Dit is het bulletin van vrijdag.
Data vandaag is nog een keer de data van gisteren. 8 PSK 1000 op 2600 hertz en 8 PSK 500 en die zit op 700 hertz. Die 8 PSK 500 lijkt een uitdaging te zijn, want ik krijg daar geen goede rapporten van. Moet er naar kijken. We gaan zo verder met deel 24 en deel 25 uit de serie over de historie van onze hobby. We zijn nog steeds bij het bedrijf Heathkit. Vandaag worden de amateurproducten van het bedrijf behandeld. Vanavond om 10:30 is trouwens weer de lange uitzending van de Daily Minutes. De uitzending gaat door, maar kan eventueel wat eenvoudiger en korter zijn dan anders. Vanaf 10:30 dus op PI3 UTR en op fm.shorties.nl. Dit is deel 24 van de serie over de historie van onze hobby. We zijn nog steeds bij Heathkit. De afgelopen twee dagen ging het over de bijzondere historie van het bedrijf zelf. Vandaag gaan we in op de amateurproducten die Heathkit maakte. Producten voor de zendamateurmarkt die Heath vrijwel vanaf het begin dat ze elektronica bouwpakketten maakte, verkocht. Voor zendamateurs had Heathkit een extra boven andere zelfbouwers. Amateurs moesten in die dagen hun apparatuur in de meeste gevallen sowieso zelf bouwen. Niet alle amateurs hadden daarvoor voldoende vaardigheden in huis en voor die amateurs waren de Heathkit producten ideaal. Behalve de lagere prijs en het plezier van het zelf maken was er ook het voorspelbare resultaat dat het apparaat het vrijwel zeker zou doen. Heathkit leverde bijna 40 jaar lang producten voor de zendamateurmarkt. Het eerste product voor zendamateurs was de AT1, die in 1954 op de markt kwam. De AT1 is een eenvoudige kristalgestuurde zender, bestaande uit 3 elektronenbuizen, geschikt voor de 6 meest populaire amateurbanden. De prijs was $29,50, vergelijkbaar met $240 à $250 in het geld van tegenwoordig. In 1954 was de catalogus van Heath 39 pagina's groot en 2 pagina's daarvan waren toen amateurproducten. Naast de AT1-zender was er nog een antennekoppelaar. Dit waren in dat jaar de enige 2 amateurproducten. Al snel volgde echter een general coverage korte golfontvanger, de AR2, en een impedantiemeter. Daarna volgde een VFO voor de AT1-zender, de VF1, die een jaar na de zender op de markt gebracht werd. Het ging vervolgens snel, want in datzelfde jaar, 1955, kwam Heathkit ook met een volledig uitgevoerde zender voor de doorgewinterde DX'er van die jaren, de DX100. Aan het apparaat werden 2 pagina's in de catalogus gespendeerd, waar tevens uiteen werd gezet hoe serieus Heath geïnteresseerd was om de amateurmarkt van kits te voorzien. De DX100 werd serieus neergezet voor wat werd genoemd de amateurradio-operator, een in die tijd ongebruikelijke term, want meestal werd gewoon de term amateur gebruikt. Verder werd aangegeven dat het apparaat voor introductie al uitgebreid door amateurs was getest onder echte omstandigheden, iets wat we tegenwoordig een beta-test zouden noemen. Heathkit voegde standaard alle schema's van de kits toe aan de catalogus. Van de DX100 stonden er ook 2 foto's van de binnenkant bij en een blokdiagram. De DX100 bevatte er 15 buizen en kon in zowel CW als in AM zenden, met op alle 7 amateurbanden waar hij op kon werken tussen de 100 en de 140 watt uitgangsvermogen. Hij beschikte verder over een ingebouwde voering en een VVO. De prijs was $189,50, wat in tegenwoordig geld rond de $1600 à $1700 zou zijn. De prijs was pittig, maar nog altijd een heel stuk lager dan van concurrerende apparaten. In het jaar daarop, dat was 1957, introduceerde Heath 2 minder ambitieuze zenders, de DX20, alleen telegrafie, bedoeld voor beginners, en de DX35, die zowel in CW als met AM-telefonie kon werken. Beide modellen waren geschikt voor 6 banden, de 160 meter die de duurdere DX100 wel had, die ontbrak. Qua uiterlijk lijken deze laatste precies op de DX100. Die laatste heeft echter wel diverse functies die op de goedkopere apparaten ontbreken. Daar was het prijsverschil ook naar. De DX20 kostte $35,95 en de DX35 $56,95 tegenover de DX100 die zoals gezegd $189,50 kostte. Een jaar later al werd de DX35 in de lijn vervangen door de DX40, een verbeterde versie van dit apparaat. Verder werd in 1959 de DX100 opgevolgd door de DX100B, die voor dezelfde prijs werd verkocht. In de catalogus van 1960 werd de dan 5 jaar oude DX100 al aangeduid als een classic, onder de slogan het beste aantal watts per dollar op de markt. In het volgende deel gaan we in op de zender- en ontvangerfamilies van Heathkit, die naar de Apache, Mohawk, Chippewa en Seneca-Indianen stammen vernoemd waren en op de apparatuur voor VHF die het bedrijf maakte. Deel 25 van de serie over de historie van onze hobby begint met de verschillende Heathkit-stammen, apparatuur onder de namen van Apache, Mohawk, Chippewa, Seneca en andere namen van stammen van de oorspronkelijke bewoners van wat nu de VS is. We zitten in het laatste jaar van de jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw, een periode waarin, hoewel er al draagbare transistorradio's verkrijgbaar waren, nagenoeg al dit soort apparatuur nog met buizen werkte, misschien met af en toe een verdwaalde seleniumgelijkrichter.
In 1959, een jaar voordat de laatste DX100 verkocht werd, introduceerde Heath een nieuwe lijn, een luxe lijn van amateurapparatuur. De TX1 Apache zender en de RX1 Mohawk ontvanger waren ongeveer dezelfde afmetingen en gewicht als de DX100, maar hadden een geüpdate stijl en een nieuwe behuizing, gelijk aan waar de latere DX100's ook in werden geleverd. De TX1 Apache had veel meer mogelijkheden dan zijn voorganger en de RX1 Mohawk was de eerste volledig uitgeruste ontvanger speciaal bedoeld voor de amateurbanden op de markt. Beide units, zender en ontvanger, waren voorzien van een schaal in de stijl van een rekenlineaal met een schaal op een draaibare trommel die veranderde met de bandkeuze. Het bovenste apparaat in het SSTV-plaatje dat afgelopen zaterdag werd uitgezonden met de grote chroomkleurige knoppen is een RX1 Mohawk ontvanger. Deze beste apparaten uit de lijn van Heath kosten samen $504,45, vergelijkbaar met $4300 in tegenwoordig geld. In 1959 bracht Heath de SB10 SSB-adapter uit voor gebruik in combinatie met de Apache of de DX100 om zo gebruik te kunnen maken met de toen nieuw opkomende SSB-modulatie. De SB10, uiteraard nog met buizen, in totaal zaten er 9 stuks in, wekte via de fasemethode SSB op met 10 watt uitgangsvermogen, die vervolgens aan de Apache of de DX100 werd teruggevoerd, waar het tot vol vermogen werd versterkt. De SB10 werd ook gevoerd uit de voering van de zender waarop hij werd aangesloten en gebruikte ook het oscillatorsignaal van de zender in combinatie waarmee hij werd gebruikt. Een draaggolfonderdrukking van 40 dB en een onderdrukking van de ongewenste zijband met 30 dB komt naar huidige maatstaven een beetje mager over. Het was destijds rond 1960 een spectaculaire noviteit die toen al een Fox had met een anti-trip om te voorkomen dat het geluid van de ontvanger de zender inschakelde. Na de SSB-adapter in 1959 voegde Heath in 1960 een bij de lijn passende lineaire versterker toe, de KL1 Chippewa. De lijn werd in datzelfde jaar nog aangevuld met de VHF1 Seneca, een zender waarmee gewerkt kon worden op 50 en 144 MHz. De Seneca werkte in AM en CW van 50 tot 54 en van 144 tot 148,2 MHz, met in CW 140 watt op 6 meter en 110 watt op 2 meter en in AM een piekvermogen van 120 watt op 6 en 95 watt op 2 meter. AM-modulatie vond plaats door middel van roostermodulatie met een geregelde draaggolf. Overigens heb ik een schema van de DX100 en een beschrijving van de werking van de SB100 met veel detailinformatie. En ook van de VHF1 Seneca heb ik veel informatie. Als daar belangstelling voor is, dan kan ik die informatie voor belangstellenden beschikbaar maken. Verder had Heath in die periode ook nog de MT-1 Cheyenne-zender en de MR-1 Comanche, ook weer genoemd naar stammen van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner en lichter dan het Apache Mohawk zender-ontvangerkoppel. Voor deze twee apparaten was er zowel een externe lichtheidvoering als een gelijkstroomvoering waarmee de apparaten in een voertuig gebruikt konden worden. Dat laatste was ongetwijfeld nog geen sinecure, zeker tijdens het rijden, omdat er geen zend-ontvangschakeling in zat. Het waren twee apparaten, een losse zender en een losse ontvanger. Een jaar na introductie werden de MT1 en de MR1 opgevolgd door een aangepaste versie, de HX20 zender en een aangepaste HR20 ontvanger. Deze waren nu geschikt voor SSB-bedrijf en ze hadden geen namen meer van indianenstammen. De HX10 Marauder was vervolgens een vervanging voor de Apache, die niet meer de externe SB10 SSB-adapter nodig had, maar waar SSB al ingebouwd was. Deze zender verscheen voor het eerst in de Heath-catalogus van 1962-1963, tezamen met een nieuwe lineaire versterker, de HA10 Warrior. De laatste in deze generatie naar stammen verloemde apparaten waren de HX30 zender en de HA20 lineaire versterker, beide voor de 6 meter band. Heath kwam daarnaast ook met enkele zendontvangers voor één band met laag vermogen CW en AM op VHF. Dit waren de HW10 voor 6 meter en de HW20 voor 2 meter, vooral bestemd voor mobiel gebruik. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner dan de andere apparaten in deze generatie, maar hadden wel exact dezelfde stijl, inclusief de chromen knoppen. In de aflevering van morgen blijven we nog even in het jaar 1961, jawel, te beginnen met nieuwe apparatuur van Heath voor 6 en 2 meter in SSB. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
De Daily Minutes is nadrukkelijk niet geschikt voor alle leeftijden. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline report number 2123 with a release date of Friday, July 6, 2018 follows in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The World Radio Sport Team Championship is almost here. The U.S. Technician License Exam arrives, and the FCC settles a four-year-old case with a Pennsylvania amateur. All this and more as Amateur Radio Newsline report number 2123 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. We open this week's report with word from the government that it has settled a four-year-old interference case with a ham in Pennsylvania. He's paying a hefty fine and losing some privileges, as we hear from Andy Morrison, K9AWM. A North Huntingdon, Pennsylvania ham operator has agreed to pay a $7,000 fine for creating interference on the amateur radio bands, according to the U.S. Attorney's Office. The government announced a settlement on July 3rd with Brian Crow, K3VR, dating back to the government's charge that on March 14, 2014, he interfered with other radio amateurs and failed to identify himself with a call sign. A press release from the U.S. Attorney's Office also noted that the settlement reduced his operating class to technician for the next 6 months. According to the FCC, if no new violations occur, his amateur extra operating privileges will be restored. An FCC press release called the fine, quote, a substantial payment for an amateur operator, end quote. Brian Crow has held an amateur radio license since 1976. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. Are you ready for the biggest global radio challenge of the year? It's almost here. Ed Durant, DD5LP, has this report on how you can be involved in this championship contest without having to travel to Germany. It's less than a week to go to the World Championships of Amateur Radio, and the organizers need your help in order to test the mettle of the 63 two-person teams during the IARU HF contest on the 14th and 15th of July. They need you to call as many of the WRTC stations as possible. In return, there are awards to be won, along with the respect and thanks of the organisers. Once you've worked all the stations, do you want to stay involved in the competition? Well, you can, through watching the real-time online scoreboard, the daily video news programmes, the live-streamed opening and closing ceremonies, but please, just get on the bands and keep calling until you get through to the stations. The call signs of the stations will be announced during the live-streamed opening ceremony on Thursday, as well as being posted to the event website in plenty of time for the contest start on Saturday at 1200 UTC. To those coming to Wittenberg, whether competitors, judges, volunteers or visitors, the organisers look forward to welcoming you. For those who can't attend, all the competitors look forward to working you on the HF bands. Full details are at www.wrtc2018.de website. This includes links to the live streaming videos, daily TV info programs, and the online scoreboard. Getting packed up, ready to go to Wittenberg. This has been Ed Durant, DD5LP. There's nothing like patriotism to get hams on the air and keep them there. Kevin Trotman, N5PRE, tells us why hams in the U.S. and Canada started July with a full calendar. The bands over North America seem to be getting no rest, not even after field day. Radio Amateurs of Canada brought the annual Canada Day contest to the air on Sunday, July 1st. Hams found the action on HF as well as 6 and 2 meters, and everyone wanted to score big. It was, after all, Canada's birthday, celebrating the Constitution Act, which turned three provinces into one country, solidifying the Canadian identity. South of its shared border with the U.S., an American Independence Day tradition kicked off on the air that same day. The 10th annual 13 Colonies event began with hams chasing contacts in states that comprised of the 13 original colonies. They chased two bonus stations as well, WM3PEN, the Holmesburg Amateur Radio Club in Philadelphia, Pennsylvania, and GB13COL, operated by the Durham and District Amateur Radio Society in England, where, of course, the colonies all began. If you're hearing this after 0400 UTC on Friday or midnight Eastern Time, that event is all over but the counting of the contacts. Finally,
A less competitive event brought Canada and the U.S. together on DMR, also on July 1st. This was Sunday night, midnight hour net, on TAC 310. Hams checking in here from both sides of the border simply reported traffic, if there was any, and wished one another well for their respective holidays. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. Nova Scotia's Port Bickerton Lighthouse has a story that's about to get a new chapter, as we hear from Kent Peterson, KC0DGY. Canadian radio amateur Billy Budge, VE1AAO, created his first tribute to his father a number of years ago with the publication of a book that tells his family's story when they lived on St. Paul Island. Fred Budge was the lighthouse keeper there starting in 1955, and the book Memoirs of a Lighthouse Keeper's Son recalls those years. Now there's a second tribute planned for Billy's father. On July 13th through the 15th, the Pictou County Amateur Radio Club and the Maritime Lighthouse Amateur Radio Group are activating the Port Bickerton Lighthouse on Nova Scotia's eastern shore. Fred Budge had been a lighthouse keeper there as well from 1960 to 1977. Using the call sign VE1UW, the hams will be on the air for 48 hours, dedicating their activation to Fred Budge. They will honor him from a lighthouse that has remained a beacon of safety for more than a century for those sailing the North Atlantic. For Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY. On the other side of the Atlantic Ocean, another lighthouse is about to see a different kind of action. Jeremy Boot, G4NJH, tells us more. The lighthouse on a small reef between Sweden and Finland is about to provide an unprecedented opportunity for an international group of young radio amateurs. They'll be on the air at the Market Reef Lighthouse, a DXCC entity operating as OJ0C from the 21st to the 28th of July. Their activities are being sponsored by the Finnish Lighthouse Society and the Amateur Radio League of Finland in conjunction with OHDX Foundation, OHDXF, and DX University. The organisers are calling this activity International Youth at Sea. Their operations on the air will be supplemented by instruction in operating the radio equipment, managing pile-ups, an introduction to digital modes, and just as importantly, safety and survival. That fact is not insignificant. The Market Reef Lighthouse is anything but a safe haven. Set at sea level, waves cover it at times, and it has no jetty, so landings must be accomplished via small inflatable boats. The operators, all of whom are between 16 and 25 years of age, are also part of a cultural exchange that is to be repeated sometime in August. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH. The new exam for the U.S. technician license made its debut, but not where you might think. John Williams, VK4JJW, has that story. In case you were wondering where in the United States the first new technician exam was given with the new set of questions, well, keep wondering. It wasn't in the US at all, but in Australia. Two candidates, Ward and John, sat for the test at a hangar in Bankstown Airport, Sydney, at 8 a.m. local time Sunday, July 1st. But wait, it was still Saturday afternoon in the States. Getting a jump on things nonetheless were VE's Julian AG6LE, Bob AC1CZ, and Brad AK2QQ as part of AusVE, which gives the US licensing tests across eastern Australia. Better still, Julian tells us, both candidates passed the test. The early bird gets the license. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the K2ADA 2-meter repeater in Ocala, Florida, on Friday and Saturday nights at 7. Some Canadian students let their dreams take flight recently with a radio and a balloon. Here's Neil Rapp, WB9VPG. There's NASA in the United States and the European Space Agency in Europe, but now a town of 20,000 people in Nova Scotia has their own space agency of sorts. The Annapolis Royal Space Agency, or ARSA, is a high school group at the Annapolis West Education Center that launches high-altitude balloons into near space. Like many others, the group gathers data and video and sends it back to Earth using ham radio.
The Annapolis Valley Amateur Radio Club joined in to provide the know-how for APRS tracking. Their latest flight was on June 27th and went amazingly well. They reached a peak altitude of 31,567 meters, or 103,566 feet, before landing in just 3 hours. The group feared an ocean landing like their last launch, but luckily they missed the Atlantic by about 300 meters, or that's 984 feet. VA-1 AVR-11 tracked the entire flight using APRS, and the payload was retrieved the same day as the launch, which was immediately after the school's graduation ceremony. Now these students can truly say that graduating high school was out of this world, and tell their parents, "I need my space." For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. It's summer, and radio scouts are keeping busy. Bill Stearns, NE4RD, tells us where to be listening. This week in radio scouting, we're in the midst of summer camps on the air with two activations of the K2BSA call sign, two activations from our scout camps on the air site, and Jamboree on the air patches are available. William Coverdale, WD0BC, is continuing to activate K2BSA Portable Zero at Camp Geiger in St. Joseph, Missouri through July 21st. The camp will be offering radio merit badges classes throughout the six-week period. Scouts will be getting on the air with a generous station that is completely scout-owned through 100% donations. Garland Eubanks, KB4RTM, is activating K2BSA Portable 4 at Skymount Scout Reservation in Alatamont, Tennessee, through July 14th. During this time period on the Fridays, there might be activities when scouts might also attempt to contact other summer camps operating under K2BSA. Brian McDaniel, N4AE, will be activating his call sign at Camp Freeland Leslie in Naperville, Illinois, from July 8th through the 13th. Brian will be attending summer camp with his troop and running holiday style with an FT-817ND into a double bazooka coaxial dipole running on 80, 60, 40, and 20 phone and some CW. Thomas Parker, WA1HRH, will be activating a special event call sign K1A at Moses Scout Reservation in Russell, Massachusetts from July 9th through the 27th. A short three-week summer camp season for a new activation. Radios will include an FT-897, an FT-817, a homemade dipole for 40. We'll operate as time allows on 40 meters using the recommended SCOTA frequencies of 7030 and 7090. They will be running commercial power and paper logging will be used. Jamboree on the air and internet are just 3 months away now. Hopefully most of the groups have a chance to test their gear and recruit some volunteers at field day. Now is the time to start ordering up your patches and printing out literature in preparation for your event. The patches are now available at the scoutstuff.org site. For more information on JODA and radio scouting, please visit our website at www.k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. In the world of DX, there's still time to work Peter, VE3IKV, and Bill, W4TAA/VE3MMQ, operating as VQ5Z on the Turks and Caicos Islands. They're on the air through the 10th of July. Listen on the HF bands and 6 meters with a focus on 6 meters using CW, SSB, FT8, MSK-144, and JT-65A. They also have a 6-meter beacon running on 50.107 megahertz. Monitor the ON4KST 6-meter chat page. QSL via VE3IKV Direct. Members of the Amateur Radio Club SP3PET will be active from July 18th to the 31st as JW100PUT, from Spitsbergen in the Svalbard Island Group. The Norwegian archipelago is between the North Pole and Norway. The operators are marking the 100th anniversary of the Academic Ham Radio Club of the Poznan University of Technology. Activity will be on 80, 40, and 20 meters, as well as 2 meters and 70 centimeters using SSB and FM. QSL via SP3PET. And be listening for Carol, OK2ZI, operating as 3 Bravo 8 OK2ZI from Point of Sables, Mauritius, starting on July 26th until August 4th. Carol will be on 80 through 10 meters and possibly 160 meters, depending on local conditions. He'll be using CW, SSB, and the digital modes. QSL via his home call sign, direct by the Bureau, Club Logs OQRS, or Logbook of the World, 6 months after his expedition has ended. And finally this week, I'd like to share a personal moment with you. Amateur Radio Newsline is celebrating a birthday, a milestone, if you will. It was June 29th, 1976, that Bill Pasternak, WA6ITF, Jim Hendershot, WA6VQP, and Robert Sudock, WB6FDF, produced and presented the very first Westlink report,
later rechristened as Amateur Radio Newsline. From that day until Bill's sudden admittance to the hospital in December of 2014, Newsline had not missed a single weekly deadline, ever. 1,946 consecutive weeks of newscasts. After his passing on June 11, 2015, we took some time to regroup. Now, 42 years after that inaugural Westlink report, Newsline is continuing. We begin our 42nd year with report number 2123 and this promise. We will remain as we began, totally unbiased and independent, 100% voluntary. I joined the Newsline staff in 1995, just a few months after getting my license. Bill was a friend and mentor to me, and I am by no means the head of Amateur Radio Newsline. I'm just the most visible due to my role on Ham Nation. Newsline is a total team effort. Newsline has always set itself apart from other bulletin services because Bill modeled it after a network radio newscast with professional broadcasters behind the mic and the typewriter, now the word processor. A lot of our current staff came along following Bill's passing. We're all committed to continuing the path Bill set us out on. Our mantra is WWBD. What would Bill do? We ask that question every day. I know the current Newsline staff and product would please Bill because we're doing it like Bill would. A large part of his legacy is the Young Ham of the Year Award, now named in his honor. Bill loved kids and loved sharing this hobby and service with everyone, particularly kids. So in closing, I'd like to thank you, our listeners, for supporting us for these four decades and counting, and for your continued support as we soldier on as if Bill is still here. Because in a sense, he is. His memory and example are always with us. So with great appreciation to you, our listeners, supporters, and our staff, I'm Don Wilbanks, AE5DW. And with thanks to Allen Labs, Amateur Radio News Weekly, ARIS, the ARRL, the U.S. Attorney's Office, CQ Magazine, the FCC, George Dewar, VY2GF, Hap Holly and the Rain Report, the Irish Radio Transmitter Society, Julian Sortland, VK2YJS-AG6LE, K2BSA, the Ohio Penn DX Bulletin, QRZNow.com, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, the Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wilbanks, AE5DW, in Picayune, Mississippi, saying 7-3. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018. All rights are reserved. Right now, you will hear The Doctor Is In with Steve Ford, WB8IMY, and Joel Hellas, W1ZR. The Doctor Is In is an ARRL production and is also copyright 2018 by the ARRL. Welcome to The Doctor Is In. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. It's time to go postal, Joel. Oh, my God. Now, this is our July 5th mailbag. All right. It's during the Independence Day break that some people get. Oh, yeah. Some people get. So it seems like an appropriate time to dip into the slush pile and see what we can come up with. But no, we have a number of good questions here. So are you prepared, Joel? I am prepared. You are braced and ready. Okay. This is Dwayne, K6PLS, and he's asking, what is SDR and what is needed to use it? That's simple, Joel. Yeah. You probably have very little to say about that. I can talk for a long time about almost anything. And some people question whether I know what I'm talking about or not. But SDR is short for software-defined radio. And it's in its simplest terms, a software-defined radio is just a radio whose operational characteristics can be changed just by changing the software, rather than by getting out the soldering iron and wire cutters. And it was originally defined or set up by the Federal Communications Commission, thinking in terms of commercial radio equipment. And their idea was that if they had a radio whose characteristics could be changed by software, and they evaluated it to make sure it met all performance requirements for one service, and it could be changed by software, chances are they could recertify it for a second service without having to go through the whole testing rigmarole again. Whether they were successful or not, I don't know. But that's what the idea was, so that you could have one radio that could serve in a number of different roles, which is very handy. Now, in the amateur environment, what we're talking about is a radio that at some point in the processing of signals translates a analog signal, such as we receive off the air, into a digital signal through an analog to digital converter. And at that point, from that point on,
the processing of the signal from the radio, and this also goes the other way for transmitting as well, is all done digitally and can be done on a computer. So you can do different sorts of demodulation, you can do different kinds of selectivity with digital signal processing, all kinds of things you can do once you've made the conversion from the analog mode to the digital mode. And some people have different ideas about what exactly makes a software-defined radio, because nowadays almost all modern transceivers do some parts of what they're processing digitally, and often they have the capability to be upgraded after the fact with some kind of firmware change, either by downloading something from the internet or from a CD-ROM disk or a SD card or whatever. So most radios have some aspects of this, and I guess the purest of software-defined radios is something we're just really starting to see showing up in the market over the last year or so, and that is one that makes the conversion right at almost at the antenna. Yeah, almost right at the antenna, yes. At RF signal frequencies. I mean, when they started this, the digital to analog converters could work mainly in the audio range, and many of them used computer sound cards for the process. So you had a bunch of analog processing first that did the conversion from radio frequency down to a lower frequency, and then down to something in the either audio range or just above hearing audio range in the tens or hundreds of kilohertz, and then processed, changed to digital and processed that. So you had kind of a hybrid between analog and digital. Well, there are some radios that have come out recently, and I'm tempted to mention some names and numbers, but I think I won't, because I'm sure to leave somebody out, and that wouldn't be fair. So, but there are a number of them. You check the QST product reviews for them. I just reviewed another one that I just brought back today, in fact. So watch for the details in the product reviews about what the architecture is. If the sampling and conversion to digital is taking place at the antenna frequency, so you have perhaps an amplifier, but nothing else in front of the maybe convert, some filtering or some something. Filtering, yeah. Yes. Filtering is very common, because you don't want to overload the analog to digital converter, or you get all kinds of problems. But by doing it that way, just about everything that happens in the radio is happening digitally, and sometimes the filters can be digitally controlled and so forth as well. Sometimes they can track the tuning as you go to make the narrowest possible filter. In so doing, all aspects of the processing are done digitally and able to be modified or upgraded by different software. As software improves and so forth, the features can be expanded. The same circuitry can be used for all kinds of different modes of operation. And it makes for a very smoothly operating system. Now, there are a couple of flavors of this. Some of them look like a box, like a computer, and have no knobs or displays. And everything shows up on the computer screen itself. That was fairly popular. But now, many of the radios that are coming out that are of that form include all the processing within the radio itself, and actually have displays and controls. So you look at the front of the radio, and it looks like a traditional radio with a display and a tuning knob and other knobs and buttons and so forth. It's a little hard to tell just from walking up to one what it is, but that's why you have to look at the description of the architecture. But that's what a software-defined radio is. And your question was, what's needed to use it? Well, you need to have a radio that's a software-defined radio. You don't necessarily need a computer. That's true. You really don't. Not anymore. That's true, yes. The newer ones have computation built in to the radio itself, which is sort of the opposite of the way they started. They started with mostly an analog radio with a computer sound card connected to it that did the analog-digital conversion, and then the processing occurred at kind of audio rate sort of things, which could sort of limit what it could do because it only had its computer hooks onto the last stages of the reception and the first stages of the generation of signals. But now it's gotten quite different. It can be very effective. A lot of the problems associated with traditional receivers, such as various kinds of intermodulation distortion and other kinds of things that happen in nonlinear stages, happen in conversion stages. And if you eliminate the conversion stages, some of those issues disappear. So it makes it a lot more straightforward. And some people have noticed that such radios sound much clearer. They have less distortion, less artifacts, and so forth. And that can be a real plus. Of course, the downside is you do have to worry about the dynamic range of the analog to digital converter, because if you hit it with too hard a signal, all of a sudden it goes into overload and it causes all a digital version of all those problems, essentially, which is trading one problem for another. But there are a lot of things that radios do that can avoid that. The one I was looking at had an indicator that indicated it was
overloading, and so you have to reduce the gain or change the filtering or something to get rid of the extraneous signals, and then it worked fine. So it's a very popular technique now, and I think you'll see more and more radios that are designed that way. Going deep, deep in the mailbag, we have Russ, KD0QH, and he's asking, in your discussion of RFI getting into computers during your January 4th podcast, you mentioned using ferrite toroids on interconnecting Ethernet cables to reduce picked up signals. I have had success with switching over to shielded cables. How do they compare? The ones that I like have a translucent jacket so I can examine the overall shield. Well, I know there are shielded Ethernet cables, or CAT cables as some people call right. them. How do they compare? Well, I think they both are trying to do the same thing, which is keep signals from getting into the equipment on the ends of the cable. The shielded Ethernet cables try to do that by avoiding the cables picking things up, while the ferrite toroids try to avoid the problem by not allowing currents that are picked up to flow from the cable into the equipment. So they're two slightly different approaches to the same problem, and they're independent, and therefore they can be combined, which sometimes, in my case, has been successful. Well, first, a little bit of background. You have to remember that when Ethernet started, back in the, when was it, 70s maybe? I think so. Yeah, I was working on it back then actually at one point. But the basic technology was switching at 10 megabits per second. And the original Ethernet cables, well, of course, originally it was actually on coax, but that quickly gave way to twisted pairs. I think mainly because that was kind of what telephone company folks were used to for transmission. They like twisted pairs, and twisted pairs have been good for many years at audio frequencies and seem to work also at 10 megabits per second to avoid crosstalk between multiple twisted pairs in the same cable. So if you notice that, your Ethernet cables have multiple twisted pairs, one for each direction. Sometimes there are more than just two. There's often four pairs in a cable. And the twisting tends to eliminate the coupling between the pairs. And the phone company got very good at that for audio frequency work. And you rarely hear a neighbor on the phone if you're using proper cables. Mm-hmm. And I've experienced buying cheaper cables at a local electronic retailer to extend a telephone line and found, oops, now with the two lines in our house, they no longer can be used separately. There's always a little bit of common communication going on. So they got good at that. But what happened was Ethernet then expanded from 10 megabits to 100 megabits to a gigabit. And I don't know how many gigabits they're doing now. But the problem is that as the frequencies go, or the switching speeds go higher, the frequency content of the pulses goes higher. And therefore, it's harder and harder to keep them isolated. So now what you have is you have first insulation on individual pairs in the cable, which I think happened first to keep them from coupling together. And then the outer jacket that you're talking about seeing through the cover was added to keep signals from other sources, such as radio transmitters, out of the systems. And vice versa, by the way, it also tends to keep the pulses inside the cable so it doesn't interfere with other services. So that all can work. The problem is the shield is only as effective as the way the ends are terminated. And in many cases, the equipment that they're plugged into was designed for the earlier kinds of standards, and the ground connection from the shield may not exist, or if it exists, it may not be well grounded through a short line to the chassis or something. It may go into the circuitry and rattle around for a while and coupled everything in there. So I think the shield effectiveness is probably mostly limited by the design of the equipment on the ends, whereas the ferrite toroid reduces any currents flowing and keeps that current from entering the equipment if it's done properly and is upright against the equipment. So I think they're sort of separate phenomenon, and they help even more if you do both. Yeah. And I've had that experience. I changed from my station. I had some problem with my window line transmission line coupling to a Ethernet cable that was connected to my home network. I think it was running from a ancient 10 megabit per second dumb hub, which had probably never been designed to suppress interfering signals and didn't know about shielding, and therefore was probably not properly terminated, and nor was my old computer. The ham radio computer is always in our house the oldest computer. They kind of go from my office to Nancy's office to the dog's office and then finally down to my station. So they get an old computer and an old hub that probably have poor grounding. So the shielding, in my case, didn't help, but the toroid on the shielded cable worked fine. It probably worked better than the toroid on a non-shielded cable, but I don't know that I made that distinction. I think I did. At first, I added the shielded cable, and it was still having a problem, and then I put a toroid as well, and the problem went away. So they're still there, even though the computers are different than they were then. So I think the idea is that they both can be helpful, but it depends a lot on the details of the equipment. All right, Joel, I have one more question for you to torment you with. This is Martin.
W3PR, and he's asking, a while ago, one of the Doctor podcasts covered how high is high, pertaining to antenna height, of course. Perhaps another episode could be how low is low, covering beverage antennas and other low-band receiving antennas. Is there any point to using such antennas on the upper HF bands? Which is a good question. You usually see them in the context of, say, 160 meters or 80 meters. What about higher? Well, that is a good question. And we should perhaps talk a little bit about what, for some people may not be familiar with the idea of a beverage antenna. And when people talk about high, how high is high, and they think of beverages, they may go in a completely different direction. So we won't dwell there too long. Or even receiving antennas. Yes. Generally. Yes, yeah. Receiving antennas and generally. Basically, the idea is that the beverage antenna, first, what it is, it's an antenna that's typically 1 to 2 wavelengths long. And it's just a piece of wire, typically 6 or 8 feet above the ground, best over fairly level ground, with a terminating resistor at its far end. And what happens is, the reason it works for receiving is that as a signal, a vertically polarized signal, goes across the ground, the loss in the ground results in a tilt in the waveform, the wavefront, such that the vertical polarized signal becomes partly horizontally polarized in the direction that it's traveling. And so it actually couples to the wire. And as the signal continues along the wire, it continues to couple in phase with the signal that came in the last couple of feet. So at the far end of this 1 to 2 wavelength wire, you end up with a signal from the particular direction being one that is down the wire, like from your station end, the opposite end from the terminating resistor. You hear signals coming from the direction of the terminating resistor, and they add up together and combine into a load at the receiver, which should be matched to about the same 400 or 500 ohm impedance. And what that does is that gives you a very directive antenna, which is very hard to get on 160 and 80 meters. You need a very large antenna. Of course, this is big, but it's big only in length. It's not tall. It's not heavy. There's no radials. There's no fancy stuff. It just sits there near the ground, and it receives signals. And what it does is it receives signals that are coming in vertically polarized at low elevation angles from that particular direction. So what does it do for you? It eliminates picking up signals from other directions, and that's particularly helpful if the noise or interference is coming from other directions. So you have eliminated the high angle signals that often come in from relatively close sources of atmospheric noise, such as thunderstorms, which is a big component of most atmospheric noise. It's typically coming in at high angles, depending on how far away it is. You get rid of stations that are coming in from other places. You get rid of local noise sources that are not in the direction you're trying to listen to. So, of course, if the noise is coming from exactly the same direction and at the same elevation angle as the station you're trying to listen to, it doesn't work. But in general, since the noise can be coming from all over, you end up with an improved signal-to-noise ratio compared to usually the wide coverage antennas that you use for transmitting. Now, it's very inefficient because you get just a small portion of the signal, so you have to amplify it usually. And the reason it's effective is because the signal-to-noise ratio that you receive on low-frequency bands, 160, 80, and sometimes 40 meters, is usually limited by outside atmospheric or other noises. So if you have loss in the antenna, as you do here, both the signal and noise tend to go down together. But if you've got an antenna that picks up a stronger copy of your signal and less noise, even though it's inefficient, it gives you an improved signal-to-noise ratio. So you actually can hear a signal that you wouldn't be able to hear on your transmitting antenna. You look at the S-meter and you don't see much movement of the S-meter. It doesn't look as strong as it would on the transmitting antenna, but because you have to amplify it some more and so forth. But what you've done is you've increased the signal compared to the noise. So why doesn't this work on 20 meters, 15, 10 meters? Well, on those bands, generally, if you start reducing the efficiency of the antenna, the signals get limited by receiver noise inside the receiver. Mm-hmm. And what happens is then, if you reduce the amplitude of the input signal, you can't improve the signal-to-noise ratio compared to the receiver noise because it stays the same. Ah, okay. So you're reducing the input signal, and you can sort of you can't make that back with amplification, typically. I mean, no. It's just you're stuck with what you got there. So that's why it doesn't work. Now, there are other kinds of antennas that can be used to do this. They've all been described in QST, but there's a loop designed by K9AY. There's the U antenna, spelled E-W-E. Like the sheep. Like the sheep. Yes. But actually, the antenna has the shape of a U. It's kind of a pun. By WA2WVL. There's also a flag antenna and a pennant antenna and some kinds of receiving loops that can also approach the beverage but don't require
this large expanse of real estate. And most successful operators trying to work long distances on 160 and 80 meters have, particularly 160, have taken advantage of this. And of course, it's also effective on our new MF, lower frequency MF bands and LF bands. And that's where they really started being used by Beveridge in the, 20s. So it's a good thing to look into if you're interested in operating in those frequency ranges. Well, another mailbag is in the bag. All right. Thank you, Joel. My pleasure. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 27 des Deutschen Amateurradioclubs für die 27. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. ISS-Kontakt in Bonn. Schüler funkten mit Alexander Gerst. DARC-Ehrennadel an Rode und Schwarzerlien. Die WRTC startet am 12. Juli. Dann etwas in eigener Sache. Wir suchen Sprecher für die Erstaussendung des Deutschlandrundspruchs auf 80 Meter. Das IFA-Radiotreffen wird vorverlegt. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch, ISS-Kontakt mit Bonn, Schüler funken mit Alexander Gerst. Der ISS-Kontakt mit dem Kardinal-Frings-Gymnasium am 3. Juli war erfolgreich. Gemeinsam mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, kurz DLR, hatten ortsansässige Funkamateure diesen ARISS-Kontakt organisiert. Um 10.30 Uhr begann Schüler Lasse, die internationale Raumstation ISS, zu rufen. Nach 3 Minuten meldete sich Alexander Gerst, Kilo Foxtrot 5, Oscar November Oscar, mit Grüßen nach Bonn. 15 Schüler stellten unter DL0IL über den ARISS-Funkkontakt ihre Fragen. Die Antworten aus dem Weltraum empfingen sie auf der Frequenz 145,800 MHz. Unter anderem interessierte die Schülerinnen und Schüler, welche seiner 2 Missionen spannender bzw. gefährlicher ist, ob man im Weltraum langsamer altert und wie viel Freizeit Gerst im Weltraum hat. Nach 10 Minuten war der Funkkontakt mit Alexander Gerst beendet. Durch den Überflug über Zentraleuropa waren die Antworten von der ISS in ganz Deutschland auch mit Handfunkgeräten gut zu empfangen. Wer den Livestream verpasst hat, kann sich auf YouTube das Video des ISS-Kontakts anschauen. DARC-Ehrennadel an Rode und Schwarz verliehen. In der vergangenen Woche wurde der Rode und Schwarz GmbH und Co. KG in München die Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft im DARC e.V. verliehen. In der Clubstation Delta Lima 0 Romeo Uniform Sierra DL0RUS wie Rode und Schwarz, wurde zu einem Empfang geladen, an dem Vorstandsmitglied Christian Enzfellner, DL3 MBG und der Distriktsvorsitzende von Oberbayern, Distrikt Charlie, Manfred Lauterborn, DK2PZ, teilnahmen und Professor Dr. Ulrich Rode, Delta Julia 2 Lima Romeo, die Urkunde persönlich übergeben konnten. DJ2LR gab in diesem feierlichen Rahmen einen Ein- und Ausblick in die Entwicklungen des Amateurfunks. Bereits mit seinem Vater hatte er die ersten Funkkontakte und berichtete darüber, welch wichtige Rolle der Amateurfunk in der Gesellschaft übernimmt, sei es durch Innovation, aber auch durch das Heranführen der Jugend an die sogenannten MINT-Fächer. Thomas Nowak, Delta Hotel 7 Tango November Oscar, stellte zudem die Amateurfunk-Clubstation bei Rode und Schwarz und deren Aktivitäten in den vergangenen 10 Jahren vor. Die WRTC startet am 12. Juli. Die Aktivitäten um die Weltmeisterschaft der Funkamateure, auch bekannt als World Radio Sport Team Championship, kurz WRTC, starten in der kommenden Woche am 12. Juli. Die Wettkämpfer reisen aus allen Teilen der Welt nach Deutschland, um in Zweierteams am 14. und 15. Juli im IARU HF World Championship die besten Contester zu ermitteln. Dazu hat der veranstaltende WRTC 2018 e.V. für alle WRTC-Contest-Teilnehmer die Region Jessen-Wittenberg in Sachsen-Anhalt als Austragungsort ausgesucht. In der ebenen Landschaft des Urstromtals werden Stationszelte mit jeweils eigener Antennenanlage und Stromversorgung per Generator aufgebaut. Nach den Austragungsorten der WRTC in Seattle, USA im Jahr 1990, in San Francisco, ebenfalls USA 1996, in Slowenien im Jahr 2000, in Finnland 2002, in Brasilien 2006, in Russland 2010 und in New England in USA 2014 ist Deutschland erstmals Gastgeber des Wettbewerbs.
Aus den jüngeren Zeitabständen ergibt sich ferner, dass die WRTC alle 4 Jahre stattfindet. Der WRTC 2018 e.V. blickt nun auf einen 4-jährigen Vorbereitungsmarathon zurück, welcher durch das Einwerben von Sponsoren und Helfern, aber auch Testtage geprägt wurde. Ausführliche Informationen zum Funk-Event des Jahres hat der Verein auf seiner Veranstaltungswebseite veröffentlicht. In eigener Sache, wir suchen Sprecher für die Erstsendung des Deutschlandrundspruchs auf 80 Meter. Für die Erstaussendung des Deutschlandrundspruchs, jeweils donnerstags auf 3770 kHz plus minus QRM, werden weitere Sprecher gesucht. Auf diese Art und Weise soll das bestehende Leseteam vergrößert werden, um den wöchentlichen Termin auf mehrere Schultern lagern zu können. Je größer die Basis an potenziellen Sprechern im Team, desto weniger Lesetermine ergeben sich für den Einzelnen. Interessenten sollten über eine gute Station für 80 Meter verfügen, sehr gern mit Endstufe, um in möglichst ganz Deutschland ein gutes Signal produzieren zu können. Weiterhin wünschenswert wären eine angenehme Lesestimme, Terminverlässlichkeit und eine längerfristige Perspektive im Leseteam. In das Leseteam sind aktuell einige Funkamateure dankenswerterweise involviert und mit weiteren Interessenten soll der wöchentliche Termin in seinem Bestand gesichert werden. Interessenten melden sich bitte zur näheren Koordination unter dem Stichwort Rundspruchsprecher zunächst per E-Mail an die Redaktion, die Adresse redaktion@darc.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und Hilfsangebote. Das Radiotreffen auf der IFA wird vorverlegt. Das traditionelle Radiotreffen zur Internationalen Funkausstellung in Berlin, kurz IFA, findet in diesem Jahr nicht am Samstag, sondern auf vielfachen Wunsch bereits am Freitag, den 31. August, statt. Damit soll den DXern die Teilnahme ermöglicht werden, die zuletzt ihre Teilnahme am Samstag absagen mussten. Wie bereits in früheren Jahren trifft man sich in den Räumen des Preußischen Landwirtshauses in der Nähe des Messegeländes in der Flatow-Allee Nummer 23 in 14055 Berlin. Die Veranstaltung beginnt ab 19 Uhr. Ein Shuttlebus fährt vom IFA-Parkplatz bis zum Olympiastadion. Von dort ist das Landwirtshaus zu Fuß in 5 Minuten erreichbar. Wer mit öffentlichen Personennahverkehr kommt, nimmt die S-Bahn bis zur S-Bahn-Station Olympiastadion. Traditionell treffen sich viele Teilnehmer bereits pünktlich um 18 Uhr am Stand des Deutschlandfunks auf der IFA, um dann gemeinsam zum Landwirtshaus zu ziehen. Wer einen kleinen Fachvortrag vorbereiten möchte, findet an dem Abend ein interessiertes Publikum. Die Teilnahme ist weder an den Messebesuch noch an eine Mitgliedschaft in einer Hörervereinigung gekoppelt. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Rückfragen und Teilnahmehinweise nimmt Daniel Möller, Delta Lima 3 Romeo Tango Lima, per E-Mail entgegen. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 7. bis 8. Juli, da finden statt der DLDX RTTY Contest, der Original QRP Contest, dann der DARC VHF UHF Mikrowellen Contest sowie der Marconi Memorial HF Contest. Dann am nächsten Wochenende, dann ist es endlich soweit, 14. bis 15. Juli, die IARU HF World Championship mit der WRTC in Jessen-Wittenberg. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Ausgabe 7 2018 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 3. Juli, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 26. Juni bis zum 2. Juli. Trotz sehr geringer Sonnenaktivität war die Kurzwellenausbreitung besser als erwartet. Ab dem 27. Juni waren keine Sonnenflecken sichtbar. Der solare Flux fiel von 71 auf 68 Einheiten. Nach dem 26. Juni war auch das geomagnetische Feld sehr ruhig. Funkwege über den Nordpol in den südpazifischen Raum sind begünstigt, weil auf der südlichen Hemisphäre Winterbedingungen herrschen, bei denen sich die D-Schicht nur sehr schwach ausbildet und weil die Reflexionspunkte auf Wasserflächen liegen. Die Station Kilo Hotel 1-Kilo Hotel 7 Zulu
KH1-KH7Z auf Baker Island war täglich morgens auf 20 Meter mit Supersignalen zwischen S6 und S9 zu hören. Bis KH1 sind es von uns über 19.000 Kilometer über den kurzen Weg. Auch Richtung Japan waren 20, 17 und 15 Meter nutzbar. Alle oberen Kurzwellenbänder waren durch Short-Skip-Ausbreitung infolge der sporadischen E-Schicht an den meisten Tagen europaweit offen. Die ruhige Geomagnetik und fast keine Gewitter sorgten nachts für störungsarme Bedingungen auf den unteren Bändern. Vorhersage bis zum 9. Juli, wir müssen weiterhin mit sehr ruhigen solaren und geomagnetischen Bedingungen rechnen. Am Charakter der trotz inaktiver Sonne interessanten Ausbreitungsbedingungen wird sich zunächst nicht viel ändern, sofern die Gewittertätigkeit nicht zunimmt. Aus den Ionogrammen ist ersichtlich, dass die 3000 Kilometer MUF, also die höchste nutzbare Frequenz, bereits kurz nach 4 Uhr UTC über 14 MHz steigt. Spätabends um 20.30 Uhr UTC liegt die 3000er MUF noch bei 20 MHz. Wegen des ruhigen Magnetfeldes sind trotz relativ geringer Ionisationsdichte auch QRP-DX-Signale gut aufnehmbar. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 19.34 Uhr, in Ostaustralien um 21.36 Uhr, in Westaustralien um 23.17 Uhr, in Singapur um 23.02 Uhr, in Tokio in Japan um 19.29 Uhr Weltzeit, auf Hawaii um 15.53 Uhr, in Anchorage in Alaska um 12.27 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.55 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 12.52 Uhr, auf den Falklandinseln geht die Sonne um 12.04 Uhr auf und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 2.52 Uhr UTC auf. Sonnenuntergang USA Ostküste 0.30 Uhr, USA Westküste 3.35 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.32 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 19.58 Uhr, auf Hawaii um 5.17 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 7.33 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 15.28 Uhr, in Neuseeland um 5.15 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 19.31 Uhr UTC hinter dem Horizont. Damit sind wir am Ende des DHRC Deutschland-Rundspruchs für diese Woche angelangt. Die Redaktion hatte auch diesmal wieder Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war für Sie Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also Beiträge und Infos mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Package Radio unter der Rubrik DARC. Außerdem per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macias, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.